leuke aan deze BOPC is niet enkel het main event, maar als ook alle andere side events. Onder andere een bounty freeze-out met een 150 euro buy, waar tal van bekende Vlamingen aan deelnamen. Onder andere Tom Helzen, stand-up comedian Youssef, we hebben ook zanger Dean, Davy Brocatus en veel meer. Laten we even luisteren naar een paar reacties van onze VIP-spelers. Ik sta hier bij Youssef. Youssef, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ja, het is nog middag. Ja, nog even. Zeg, zijn jij er klaar voor vandaag? Ik ben er klaar voor, ja. Ja, en die een beetje al kunnen voorbereiden? Ja, ik heb zo ondertussen zo alle World Series gezien op YouTube. Dus ik heb alle spelers zien spelen, dus ik kan ze waarschijnlijk vanavond niet tegenkomen. Maar dat maakt niet uit, maar het bellen is dit waarschijnlijk niet. Nee, maar ik heb wel goed gevoeld. Ja? Dus, ja. Oké, super. En ook nog wat online gespeeld? Of zijn nee, online, nee, geen online, maar wel cash games. Ah, okay. Ik ben nu met mijn tournee bezig in Nederland, met mijn avondshow. En ik heb ondertussen al twee keer gespeeld in Berlijn. En ik heb een 3.600 euro gewonnen. Super. Twee dagen tijd. Dus, dus qua cash games is het goed, ja. Maar het toernooi is nog iets anders. Dus maar ik denk wel dat dat gaat doen. Oké. Okay. Je spreekt hier net over jouw tournee. Waar kunnen we jou allemaal verwachten? Dit jaar ben ik nog bezig in Nederland. Van nu tot en met december ongeveer. En dan ben ik wat try-outs aan het doen. Maar eigenlijk de echte première van de nieuwe show is pas volgend jaar in februari in de Roma in Antwerpen. Ik sta hier nu bij Tom Helzen. Tom, een hele goede middag. Een hele goede middag, voor u ook. Zeg, zijn we er klaar voor deze bounty freeze-out? Niet echt, maar het is gewoon het idee dat ik het plezant vind. Dus mij maakt het niet zo heel veel uit dat ik als eerste naar huis ga of als laatste. Maar ik vind dat gewoon plezant. En op voorhand krijg je dus gratis schuim en betaald door PokerStars. Dus dat is een van de hoofdredenen dat ik hier ben. Kan je mij misschien ook een beetje uitleg geven over hoe ziet jouw agenda eruit dit jaar? Heb je nog wat tournees of je mag hier wat extra promo's? Ik ben eigenlijk sinds een jaar en een half besloten om even niks meer te doen en te schrijven voor anderen. Dus ik ben al bijna twee jaar niet meer aan het spelen, maar ik ga vanaf volgende zomer al te gaan spelen. Maar ik ben nu aan het schrijven voor een hele hoop mensen die liedjes zoeken. Ja. De bounty freeze-out is hier zo net geëindigd in het casino van Amen en onze PokerStars qualifier Bjorn de Gelijn moest de eerste plaats afslaan aan Frans de Donker. Van Matthias en van mezelf bedankt voor het kijken. Tot heel binnenkort.